Schaatsliefhebbers hopen de komende dagen de ijzers onder te kunnen binden. In Zeewolde kan vanmiddag al geschaatst worden rond de atletiekbaan. Althans, dat zegt de ijsmeester en die heet Wim Luchtenberg. Het hoge woord kan eruit. Vanmiddag om 2:00 gaan we open. Vannacht heeft het weer 6, 7 graden gevroren. En we hebben nu overal 3 centimeter, ja 3,5 wel. Alleen aan de binnenkant staat dus nog 1 à 2 centimeter water. En dat laten we om 1:00 eraf. En dan moet het kunnen. Kijk, fantastisch. Want hier heeft dus heel naar uitgekeken. Ja, daar hebben we zeker naar uitgekeken. 2 goede nachten vorst en dan is het genoeg. Ja, dat is genoeg. Wim Luchtenberg uit Zeewolde was dat. Op andere plekken is schaatsen alleen mogelijk voor kinderen. Op kleine krabbelbaantjes, zoals op het Schippersplein in Almere. Verslaggever Rosanne Middelhuis, die is daar nu. Rosanne, hoe druk is het? Ik kijk even met je mee. Er wordt flink geschept en nog voorbereid, hè? Ja, klopt. Het gaat pas echt over een uurtje eigenlijk open. Het is nu, zoals je ziet, inderdaad heel druk met het vegen van de baan eigenlijk. Hè, om die even mooi glad te maken. Maar degene die daar eigenlijk meer over kan vertellen, over ijs en alles, is Charles van Horst van de Almeerse Schaatsvereniging. Ja, Charles, is het seizoen nu echt begonnen? Ja, voor ons is het seizoen wel begonnen. Als het onder de 0 graden gaat worden, dan begint het te kriebelen. Wij hebben natuurlijk hier dat kunstijsbaantje, dus ja, daar zijn we al eerder mee aan de slag. En kunnen de Almeerse schaatsers wel hiermee uit de voeten met dit? Het is toch wel een klein baantje, hè? Ja, het is voor kinderen natuurlijk uitermate geschikt. Of voor mensen die het een beetje willen leren is prima. Maar mensen die wat meer willen gaan toch liever naar straks het open water of de landijsbaan of de Jaap Ederbaan. En de landijsbaan, dat is bij Fanny Blankenskoenpark, hè? Hoe staat het daar nu mee met die baan? Onze ijsmeesters hebben vanmorgen weer gemeten. Er ligt nu 3 centimeter. Dat betekent dat er nog wel wat bij moet, want 5, 6 heb je zeker wel nodig. En zeker als de temperatuur gaat oplopen, gaan we zo snel mogelijk natuurlijk het ijs benutten. Dus we gaan wel zien wat het gaat worden. Jullie verwachten dus nog deze week te kunnen schaatsen daar? Nou, we hopen dat. Verwachten, dat is een beetje de eerste verwachting. Als het een paar nachten blijft vriezen, dan hebben we kans dat we vrijdag of zaterdag er wel op kunnen, ja. Nou ja, jullie horen het. Het is nog maar de vraag of we straks kunnen schaatsen. Hier in ieder geval wel. En zoals je ziet, de eerste nieuwsgierige kinderen die zijn al aanwezig. Ja. Rosanne Middelhuis, dankjewel. En succes nog even met schaatsen straks. Oh, wordt er nog wat gezegd daar? Nee, dat dacht ik niet. Charles die praat gewoon door. Charles die gaat gewoon door. Ik vind het wel mooi. Ik sta te praten met Rosanne. Ik praat gewoon. Maar ik zie hier, Rosanne, je bent echt helemaal gekleed op het schaatsen daar ook. Hè? Je staat er gewoon met blote enkels. Ja, nou ja, van de bovenkant zie ik er gekleed uit, maar de onderkant... Nee, ik was niet voorbereid om vandaag naar buiten te gaan, eerlijk gezegd. Nou, kom maar snel weer terug naar de warme studio dan. Dankjewel.